أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Beste kijkers, beste luisteraars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met u allen, mogen de genade van Allah en zijn zegeningen op ons allen rusten. Vandaag wil ik het met u hebben over dankbaarheid. We hebben heel veel reden om dankbaar voor te zijn. Maar vaak zien we dat niet, we nemen alles voor lief. Als we bijvoorbeeld denken aan de lucht die we inademen, het water dat we drinken. We zien het alles als vanzelfsprekend en we staan er niet bij stil hoe dankbaar we moeten zijn daarvoor. En in plaats van dankbaar te zijn voor zoveel dingen die we hebben in ons leven, treuren we vaak genoeg juist over datgene wat we niet hebben. We blijven treuren, dit hebben we niet, dat had ik graag gewild. In plaats van dankbaar te zijn voor datgene wat we wel hebben, al is het maar een klein beetje misschien. We denken vaak als we iets zouden hebben wat we nu niet hebben, dat we dan gelukkiger zouden zijn. Maar het is juist omgekeerd. Juist als we in een staat verkeren van dankbaarheid, van vrede, van vreugde, dan zullen we dat alles ook aantrekken in ons leven. Datgene waar je aandacht op richt, dat trek je aan in je leven. Als we ons aandacht blijven richten op schaarste, we hebben dit niet, we hebben dat niet, we hebben niet genoeg geld enzovoorts, dan zal het leven ook zodanig zijn dat we in die schaarste blijven leven. Maar als we denken in termen van overvloed, van datgene wat we hebben is genoeg voor ons, dan zal het ook zo zijn dat we zodanig leven dat inderdaad datgene wat we hebben genoeg zal blijken te zijn voor ons. We lezen in de Koran over dankbaarheid, hoofdstuk 56, vers 68 tot 70. Zien jullie het water dat jullie drinken? Brengen jullie het naar beneden uit de wolken? Of is God de brenger? Als het ons had behaagd, zouden wij het zout kunnen maken. Waarom zeggen jullie geen dank? Einde citaat. Allah zegt hier in dit vers: stel dat het water dat we drinken zout was geweest. Wat zouden we eraan hebben? Denk even erover na. Als het water zout was geweest, wat zouden we eraan hebben? Dus een reden om dankbaar te zijn dat het water precies zo gemaakt is, dat het geschikt voor ons, voor onze consumptie is. We lezen verder in de Bijbel: verblijd u te allen tijd. Bid zonder ophouden, dank God in alles. We lezen in boeddhistische geschriften: de onwaardige mens is ondankbaar en vergeet de vele voordelen waar hij van geniet. Deze ondankbaarheid is eigenschap van de slechte mensen. Maar de waardige persoon is dankbaar en zich bewust van de vele voordelen waar hij van geniet. Deze dankbaarheid is eigenschap van de beste mensen. Wat belangrijk is, we hebben ook vaak gebeurtenissen in het leven die we als minder prettig ervaren. Ook daar moeten we dankbaar voor zijn. Want wat we op het eerste gezicht als negatief ervaren, dat zijn ook allemaal gebeurtenissen, ervaringen die ons helpen vormen. En vaak merk je achteraf dat iets wat op je levenspad is gekomen, iets wat je is overkomen, vaak merk je dan achteraf dat het een positieve invloed op je heeft gehad. Wat op het eerste gezicht negatief leek, dan ga je later merken van als dat niet was gebeurd, dan had ik dit en dit en dit waarschijnlijk niet kunnen bereiken. Dus ook negatief lijkende ervaringen kunnen positieve effecten voor ons teweeg brengen. Dus ook daar moeten we dankbaar voor zijn. Als u even de tijd neemt om terug te kijken op uw leven, zult u zeker een aantal van deze gebeurtenissen bemerken. Tot slot, Koran, hoofdstuk 14, vers 7, waarin Allah zegt: als jullie dankbaar zijn, zal ik jullie meer geven. Een gezegende voortzetting van de Ramadan toegewenst. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.